We zijn bijna bij de eindstreep. We gaan het nu uh, hebben over onze laatste vraag. En dat is, hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Voor alle duidelijkheid, zodat we het over hetzelfde hebben, met ingewikkeld bedoel ik dat er op de vragen die ik heb gesteld tot nog toe zo verschillend wordt geantwoord. De ene zegt: we gaan naar het Hemelse Jeruzalem. De andere zegt: nee, we worden opgenomen een paar jaar van tevoren. En dan komen we terug naar het Aardse Jeruzalem. De ene zegt: er moet een nieuwe tempel gebouwd worden in Jeruzalem. En de andere zegt: dat gaat niet over een tempel van hout en steen. Maar dat heeft betrekking op hele andere zaken. En ik sta hier en, en geef. Hele concrete duidelijke antwoorden op al deze vragen. Het is een samenhangend verhaal. En dan moet ik er op zijn minst kunnen zeggen: waarom is alles dan zo ingewikkeld geworden? Hoe kan dat? Welke invloeden hebben ervoor gezorgd dat er zoveel verschillende antwoorden zijn gegeven? En ook hier is mijn antwoord heel concreet en heel duidelijk. Twee. Leren die uh, onze, uh, onze ideeën zijn gaan beïnvloeden, waarvan de eerste is de bedelingenleer. Een leer die in de 19e eeuw, uh, halfwege de 19e eeuw ongeveer, begonnen is binnen de vergadering van gelovigen in Engeland. John Nelson Darby was daar de voorman um, en in Nederland heette het dus de vergadering. Van gelovigen. U weet misschien ook dat binnen die stroming heel veel uh, wordt gedaan aan de eindtijdstudie. En de bedelingenleer zei: er zijn twee sporen, als ik het zo mag zeggen, waar langs God werkt. Hij heeft een aardse roeping voor zijn volk Israël en hij heeft een hemelse roeping voor zijn volk van gelovigen. En op een dag gaat God zijn sporen. Met het aardse Israël voortzetten en daarom moet de gemeente weg worden genomen van deze wereld. Twee verschillende sporen. Dat is één, we zullen daar zo nog het nodig over zeggen. En het tweede waar we al een flinke boom over hebben opgezet: de leer van de onsterfelijkheid van de ziel. En deze twee ideeën hebben onze gedachten beïnvloed. Over uh, alle dingen die te maken hebben met, met eindtijd, opstanding, uh, de hemel, uh, de terugkomst van Jezus, uh, Israël en al die dingen. Over de leer van de onsterfelijkheid van de ziel hebben we het uh, al vrij uitgebreid gehad, voornamelijk in de eerste sessie. En, en uh, we hebben al gezien welke consequenties deze leer heeft gehad. Niet alleen voor de gelovigen, waarvan men dan zegt, uh, zij zijn er nu al. Uh, maar ook voor de kant van de ongelovigen. Want je moet concluderen dan, als onze ziel onsterfelijk is en we zullen voor altijd buiten God leven. Uh, dat dat een ongelooflijk en verschrikkelijk idee eigenlijk is. We gaan nu naar de bedelingenleer kijken en zien wat die ons. Te zeggen heeft. Francisco Ribera was een Jezuïet. Hij leefde in de eind van de middeleeuwen, 1537-1591 en hij had het volgende te vertellen: De Antichrist is één persoon die in de toekomst zal komen van buiten de kerk en hij zal door de Joden worden aangenomen als verlosser. En u denkt, wauw, wat gaaf dat iemand dat toen al wist. Dat, dat geloof ik ook. Er komt een antichrist in de toekomst. Het zal iemand van buiten de kerk zijn. Misschien een politiek leider die ook uh, bepaalde uh, religieuze invloed kan uitoefenen. Of iets dergelijks. En, en dan zullen alle eindtijdgebeurtenissen plaatsvinden. En de joden zullen denken dat hij de verlosser is. Geweldig die Francisco Ribera. Weet u wie de jezuïeten waren? Er was een grote reformatie in de 16e eeuw. En Een enorme beweging die zei wij willen terug naar de Bijbel, sola scriptura. Die beweging die, die, die werd heel groot in veel landen en heel veel mensen die haakten aan en die zeiden inderdaad, Rome is afgeweken van de Bijbel en wij willen onderzoeken wat de Bijbel zegt. En wij worden protestants, zoals dat dan is gaan heten, of gereformeerd of hervormd. Allemaal begrippen die terugslaan op die tijd. In die tijd werd er een orde opgericht door Ignatius van Loyola. Die orde werd in het jaar 1540 gesanctioneerd door Paulus III, was dat volgens mij. En deze orde van jezuïeten begon heel klein. Had als doel aan de ene kant om missionair te zijn, dus zij zonden de missionarissen uit naar, uh, naar, naar Azië en naar uh, Zuid-Amerika. Maar hun hoofddoel was het ondersteunen van de heilige stoel van Rome, en daarvoor moest het Protestantisme worden uitgeroeid. En als je de geschiedenis nagaat van, van de Orde van de Jezuïeten en hoe zij handelden, hun methoden en wat zij tot stand hebben gebracht, dan kun je zeggen dat zij daar, ze zijn er niet helemaal in geslaagd, maar ze hebben toch aardig wat slagen weten te maken. Zij zijn betrokken geweest bij veel strijdtonelen, bij, bij de Dertigjarige Oorlog bijvoorbeeld. Zij hebben de Inquisitie nieuw leven ingeblazen. Zij hebben het niet bij woorden laten zitten. En ze hebben alles binnen hun kunnen gedaan. om niet alleen het protestantisme. maar ook de beleiders ervan te vernietigen. Maar niet alleen op het gebied van. Uh, praktische strijd of invloed in de politieke sfeer. ook op het theologische vlak. Want het pausdom had een groot probleem. in de tijd van de Reformatie. Want wat zeiden de reformatoren? De profetieën. Over de antichrist slaan op het pausdom. Kijk maar, want het pausdom heeft alles vervuld wat er geschreven staat. Net als wat ik eigenlijk ook zeg. Dat is een probleem. Als jij een, een, een kerk bent of je wilt een kerk heten, je bent eigenlijk een, een, een instituut wat zijn eigen regels maakt, maar je noemt jezelf kerk en je noemt jouw leider de plaatsvergaderder van, van Christus en je wilt dat iedereen jou gehoorzaamt. En dan staan de mensen op met de Bijbel in hun hand en die zeggen: Hier staat het. Je hebt precies de kenmerken van, van die kleine horen. Je hebt precies gedaan wat de profetie zei. En de mensen worden van je weggetrokken. Want de Bijbel wordt beschikbaar gemaakt aan het volk. Met gevaar voor eigen leven hebben mensen als Maarten Luther de Bijbel aan het volk gebracht. En iedereen kon het voor zichzelf zien. Wat nu? Wat nu? Gelukkig waren daar de Jezuïeten. En gelukkig was daar een briljante theoloog met de naam Francisco Ribera. En hem werd de opdracht gegeven: Beste Francisco, zou jij niet een nieuwe interpretatie willen ontwerpen van het profetisch woord? Zodat wij niet meer zo in de schijnwerpen staan. En hij was de eerste die zei. De antichrist zal één enkele persoon zijn die in de toekomst nog moet komen van buiten de kerk. En de joden zullen denken dat hij de verlosser is. Hij was de eerste die dat zei. Had hij reden om zo'n theologie te ontwerpen? Hij had reden om zo'n theologie te ontwerpen. Hij moest de schijnwerpers van Rome afhalen. En als het waar is wat Francisco zegt, dan kan Rome natuurlijk niet de antichrist zijn. Dat is logisch. Er was trouwens in diezelfde tijd ook een andere Jezuïet. Die had een hele andere theologie over de antichrist. Die zei het is allemaal al gebeurd in de tijd van de Grieken. Er was een Griekse koning, Antiochus IV. Dus twee tegengestelde theorieën, allebei door Jezuïeten, de wereld ingebracht. De ene zei het is vroeger gebeurd, dat wordt dan preterisme genoemd. De andere zegt... Het komt allemaal nog en dat wordt dan futurisme genoemd. Alles om de aandacht weg te houden bij degene om wie het werkelijk draaide. Francisco Ribera had een agenda. Hij hoorde bij een orde die tot doel had om het Protestantisme te ontkrachten. En hij was de eerste die deze visie op schrift stelde. John Nelson Darby, die naam werd net al even genoemd, leefde in de 19e eeuw. Hij was de, de grondlegger van de vergadering van gelovigen en een van de cruciale elementen in zijn uh, leer, ook in het kader van de bedelingenleer, was als volgt: de 70 weken profetie uit Daniel 9 is cruciaal voor ons begrip van de eindtijd. Tussen week 69 en 70 is de tijd van de gemeente geplaatst. Als zij is weggenomen, gaat de laatste week in. En dat wil zeggen een periode van zeven jaar. Dan komt de Antichrist. Hij zal één persoon zijn, buiten de kerk, die door de Joden zal worden aangenomen als verlossen. En ik weet niet de ins en outs van hoe deze gedachten precies terecht zijn gekomen in de gedachtenwereld van deze man. Uh, maar ik weet wel dat hij de eerste was binnen de protestantse wereld die deze dingen begon te verkondigen. En vandaag de dag is dit idee zo groot geworden dat het wel lijkt alsof het het enige idee is. Even terug naar het verhaal van de 70 weken. De profetie uit uh, Daniel 9 zegt: er komt een bepaalde tijdsperiode. De 490 jaar, ik heb er al aan gerefereerd. eerder bij de vorige sessie. De laatste periode van deze weken is als het ware losgekoppeld van het voorgaande. Dat was zijn idee. De tijd van de gemeente was ertussen geplaatst. Herinnert u zich dat uh, hij de bedelingenleer voorstond, waarvan ik heb gezegd, die heeft als het ware twee sporen. Het spoor van Israël, het aardse Israël, werd als het ware op pauze gezet. Het spoor van de gemeente kwam in beeld en op een gegeven moment is dat klaar. De gemeente wordt opgenomen in het geheim en de wereld gaat een tijd van zeven jaar tegemoet. De laatste zeven jaar uit de profetie van de zeventig weken. En in die zeven jaar zal het aardse Israël weer de hoofdrol spelen. En alles zal weer draaien om het aardse Jeruzalem. Er zal een tempel komen en de toekomstige antichrist zal in die tempel gaan zitten, et cetera. Et cetera. Dat waren de gedachten van John Nelson Darby. Die laatste uh, zeven jaar. En vervolgens al die gedachten over de Antichrist die we nu genoemd hebben. Dit is een citaat van een, uh, van een Amerikaanse theologische school, Dallas Theological Seminary. Als ik dat een beetje goed uitspreek zo. En die zetten in hun uh, geloofsartikelen: Wij geloven dat de opname van de kerk zal worden gevolgd door de vervulling van Israëls 70ste week. Daniel 9, vers 27. Let op, Daniel 9 vers 27. Het zou blijken dat dit de hele basis is voor deze constructie. En openbaring 6 vers 1 tot en met 19 vers 21. Dus let op, drie kwart van het boek openbaring is geschreven voor een tijd dat wij niet eens op aarde zijn. Want we zijn opgenomen. Als wij dit geloofsartikel mogen aannemen. Oké, okay, de zeventigste week, gedurende welke de kerk, het lichaam van Christus in de hemel zal zijn, de gehele periode van Israëls zeventigste week zal een tijd van oordeel zijn over de hele aarde, met aan het eind de afsluiting van de tijden van de heidenen. De laatste helft van deze periode zal de tijd van Jacobs druk zijn, de beroemde drie en een half jaar, de 1260 letterlijke dagen die onze Heer de grote verdrukking noemde. En deze school is een van de grote... Uh, verkondigers van deze ideeën en een leraar als John Walford en Hal Lindsay zijn naar deze school voortgekomen en hebben deze uh, futuristische leer de hele christelijke wereld ingebracht. En dit is een redelijke samenvatting van wat er geloofd wordt over deze dingen. U weet misschien dat er inmiddels allerlei variaties weer zijn. De ene zegt we worden voor de zeven jaar in het geheim opgenomen. De andere zegt op de helft van de zeven jaar. En weer een ander zegt: van dat is vlak voor de wederkomst. En er zijn ook allerlei theorieën over de Antichrist. En daardoor heeft u al helemaal geen zin meer om zich hierin te verdiepen, omdat het allemaal zo onbegrijpelijk is geworden. Maar u moet weten dat dit allemaal variaties zijn op één thema: toekomstige zeven jaar eindtijd. Dat is het thema. Al het andere zijn variaties. En dit thema is gebaseerd op Daniel 9, vers 27. Laten we daarom eens uh, zo gaan kijken naar die tekst. Eerst nog wat dingen hierover. Twee sporen: een aardse roeping voor het aardse Israël, een hemelse roeping voor de gemeente. Er wordt een onderscheid gemaakt. En vandaar uh, dit soort boeiende schema's die u hier ziet: met allerlei pijlen omhoog en omlaag. En een heleboel teksten. Uh, waarin we zien dat het spoor van het Israël op een gegeven moment weer wordt opgepakt. En dat er een opname is. U ziet in het rechterschema ook heel duidelijk staan. Daniels 70 weken visioen. En dat die hele visie is gebaseerd op dat specifieke hoofdstuk uit Daniel. En hier is hij dan. Even uw aandacht gevraagd. Daniel 9 vers 27. We gaan hem eens rustig lezen. Hij zal voor velen het verbond versterken één week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. We gaan deze tekst zo meteen in zijn context zetten, maar nu even alleen dit stukje. Hij zal het verbond verster versterken één week lang. De bedelingenleer zegt: Dat wil zeggen. De Antichrist zal een verbond met Israël sluiten, zeven jaar. Dat had u misschien al eens gehoord, nu weet u waar het vandaan komt. Deze tekst nergens anders vandaan. Halverwege de week zal hij de offerdienst laten ophouden. Aha, zegt de bedelingenleer. De Antichrist, die dus nog komt in de toekomst, sluit een verbond met Israël, met het aardse Israël. Hij zal in eerste instantie daar vrede brengen, dus ze zullen hem verwelkomen als verlosser. Maar na 3,5 jaar laat hij opeens zijn ware gezicht zien en dan begint de grote verdrukking. En waar blijkt dat vooral uit? Hij laat de offerdienst ophouden. Oké, okay. dat wil dus zeggen dat er een nieuwe tempel moet komen in Jeruzalem. Dat wil zeggen dat er een nieuwe offerdienst ingesteld moet worden. Want anders kan die ook niet beëindigd worden. En dat is de lezing die de bedelingenleer geeft aan dit ene vers. Daniel 9, vers 27. De antichrist komt, sluit een verbond met Israël, zeven jaar lang. Halverwege begint de grote verdrukking en de joden mogen geen offers meer brengen in de tempel die er dan moet zijn. Goed. Deze profetie dan. De context van dit vers. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dit is een profetie die gegeven wordt door een engel aan Daniel. Daniel heeft gebeden en gebeden en gebeden om inzicht. En God gaf hem inzicht. En de engel zegt: 70 weken zijn bestemd. Een periode van 490 jaar. En wat is het onderwerp van de profetie? Om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Ontzettend mooie woorden. Dit is het onderwerp van de profetie. Het probleem van de zonde moet omvergeworpen worden, moet opgelost worden. en moet een verlosser komen. En dat moet gebeuren binnen deze tijdsperiode. Van de uitgang van het woord om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. En dan gaat deze hele profetie zich ontvouwen. Dus er is een beginpunt. En dat beginpunt dat moet ergens gezocht worden bij een, uh, een, een, een uitspraak van de heersende vorst van dat moment dat Israël weer een zelfstandige natie mag zijn. Israël was in de tijd van, van, van dat deze profetie werd gegeven in ballingschap in Babylon. Maar daar zou een einde aan komen. Dat had Jeremia ook gezegd, 70 jaar. Zullen jullie teruggaan? En er zou een bepaald decreet zijn dat Israël de, de hele stad mocht herbouwen en daar weer een land mocht zijn. En dat zou het startpunt zijn van de 490 jaar. Wanneer wij dan de gegevens van uh, Nehemia uh, 1 vers 1 en 2 vers 1 en Esra 7, 7 tot 9 vergelijken. Dan blijkt daaruit, zegt deze schrijver, dat Artaxerxes op den troon kwam tussen de vijfde en de negende maand van het Joodse jaar. Of volgens onze tijdrekening. Tussen augustus en december, dus in de herfst. De Heilige Schrift geeft ons één deel en de kanon van Ptolomeus het andere deel van de gegevens. Door deze twee te verenigen komen wij te weten dat Artaxerxes den troon beklom in het laatste gedeelte van het jaar 464 voor Christus. Dat het zevende jaar van zijn regering het jaar 457 is. En waarom is dat van belang? Het zevende jaar van Artaxerxes was het jaar waarin hij dat decreet gaf. Zoals dat in Ezra uh, staat opgetekend, dat, dat Israël de stad, niet alleen de tempel, maar de hele stad mocht gaan herbouwen. Sir Isaac Newton heeft op grond van de documenten uit de oudheid verschillende berekeningen gemaakt. En in elk afzonderlijk geval verkreeg hij het jaar 464 als het eerste jaar van de regering van Ataxerxes, zodat diens zevende jaar het jaar 457 voor Christus is. Het startpunt van de profetie is daarom 457 voor Christus. Deze eigenlijk hoopvolle tijd voor Israël, waarin zij terug, ze waren teruggekeerd, maar waarin ze hun land weer mochten opbouwen. Daar is de markering van het begin van deze, van deze tijdsperiode. Tot op Messias de Vorst zijn zeven weken en 62 weken. De periode van 70 weken wordt heel duidelijk opgedeeld. Zeven weken. 62 weken en dan hebben we er nog eentje over. Waarvan de bedelingenleer zegt, zoals u inmiddels weet, die is afgescheiden van de rest. De eerste, week, de eerste periode van zeven weken was een tijd van de herbouw van Jeruzalem. Zoals de profetie ook zei: Jeruzalem zal herbouwd worden. Dat vindt u in deze, in deze profetie, maar het zal bestaan in de druk van de tijden de volgende periode van 62 weken zou rijken tot het openbaar worden van de Messias, wat de profetie zegt, tot op Messias de vorst zijn zeven weken en 62 weken, en dat brengt ons in het jaar 27 naar Christus, en dat zou het moment moeten zijn dat de Messias openbaar werd. Nu wil het geval dat de doop van Jezus plaatsvond zoals deze tekst uit Lucas zegt in het vijftiende jaar van de regering van Keizer Tiberius. En het is bekend dat het vijftiende jaar van zijn regering het jaar 27 na Christus was. Jezus werd gedoopt precies op dit moment. En hij werd met de Heilige Geest gezalfd zoals de Bijbel zegt. Daar werd hij bevestigd in zijn dienstwerk, daar begon ook zijn openbare dienstwerk, daar werd hij de gezalfde van God. U weet misschien dat het woord Messias ook gezalfde betekent. Dus Daniel zegt, tot aan Messias de vorst. En dit was het moment dat Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest en de laatste zeven jaar konden ingaan. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dit is een ongelofelijke profetie, zoveel eeuwen van tevoren gegeven: dat de messias uitgeroeid zou worden, maar niet voor zichzelf. En dat moet gebeuren in deze laatste periode van zeven jaar. En dan komen we bij deze tekst die we net hebben gelezen. En in de helft van de week zal hij het slachtoffer doen ophouden. En dit is de tekst. waarvan de bedelingenleer zegt. dat gaat over de Antichrist. en dat gaat over een hernieuwde Joodse offerdienst. die er zal zijn in de toekomst. Maar de Bijbel zegt dat de offerdienst. is beëindigd bij het sterven van Christus. Daarom kan deze profetie nooit en te nimmer slaan. op een punt wat nu nog in de toekomst ligt. Ook al zou er weer een offerdienst worden ingesteld. En ook al zou er iemand komen die zou zeggen van en vanaf nu mag het niet meer, dat is niet de beëindiging van de offerdienst. De offerdienst is al lang beëindigd en er was er maar eentje die dat kon. Toen Christus stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel, want de offerdienst was tot een einde gekomen. Het schaduwbeeld had de waarheid ontmoet, want Christus was het ware offerlang. En de offerdienst had daar altijd naar. Verwezen. Deze profetie kan alleen maar betrekking hebben op het werk van de Messias. En zo is zij trouwens ook eeuwenlang gelezen door christelijke uitleggers. Pas sinds de bedelingenleer leer is men deze tekst anders gaan lezen. In de helft van de week zal hij het slachtoffer doen ophouden. De helft van de zeven jaren periode. Drie en een half jaar na aanvang van het dienstwerk van Christus gebeurde er iets waardoor de offerdienst werd beëindigd. In 31 na Christus was de kruisdood van de Messias. En hij vervulde zo precies deze tijdsprofetie. Het is een ongelooflijk mooie eh, profetie. En de periode werd beëindigd aan het einde van die 70 weken, enkele jaren nadat. Christus was gestorven en, en uh, de discipelen erop uit waren gegaan. Werd de periode dat Israël de unieke drager was van Gods woord uh, beëindigd? Het evangelie ging naar de heidenen. De Heilige Geest werd, werd aan de heidenen gegeven. En, en, en de kerk zoals die nu is, is begonnen te ontstaan. En zo is deze uh, profetie van Daniel 9 tot de vervulling gekomen. En er is geen mogelijkheid om die laatste periode van zeven jaar los te koppelen van het voorgaande en te zeggen dat ligt nog in de toekomst. Maar Darby moest dat doen, want hij geloofde dat er twee verschillende sporen waren en dat het spoor van Israël opnieuw opgepakt moest worden. En hij geloofde dat deze laatste zeven jaren periode daarop betrekking had. Maar we hebben gezien dat de profetie over het beëindigen van de offerdienst en trouwens ook over het versterken van het verbond Alleen vervuld kunnen zijn door de Messias. Let u trouwens op welke vertaling u gebruikt. Er zijn uh, modernere vertalingen die wat andere woordkeuzes hebben, die zeggen dat het verbond um, zwaar wordt gemaakt. Bijvoorbeeld, uh, ik gebruik zelf om bepaalde redenen de, de tekst van de Hessine-Statenvertaling en uh, haal daar heel duidelijk uit dat deze provincie slaat op de Messias. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, is tenslotte het einde. Dat gebeurde ook nadat al deze dingen waren gebeurd. In 70 na Christus werd Jeruzalem verwoest. En alles is tot vervulling gekomen. Wat Daniel zei. En toch, als je een beetje bekend bent in de christelijke wereld, misschien vooral in de evangelische hoek van het christendom, dan lijkt het wel alsof er geen andere ideeën meer bestaan dan dat er een geheime opname komt. Dat er een zevenjarige eindtijd komt. Dat de antichristen-verlosser voor de joden zal zijn. Dat het merkteken uh, iets uh, met, met een microchip zal zijn. Welke film, welke studie, welk boek je ook ter hand neemt. Ik zal niet zeggen alles. Maar kijk naar de films die er zijn. Ik heb er een paar opgezet. Allemaal, geen één uitgezonderd hier. Gaan ze ervan uit dat er een geheime opname komt. Maar we hebben gezien, ik ga er nu wat uitgebreider op in dan helemaal aan het begin, toen ik deze vragen heb beantwoord, dat er geen geheime opname zijn zal. Wij zullen je zijn tot aan de wederkomst. En we hebben alle vragen uh, beantwoord en al deze dingen gezien. En al deze films, hoe oprecht ook gemaakt, en al deze studies, zijn gebaseerd op een fataal verkeerde uitleg van Daniel 9, vers 27. En dat is de basis. Hoeveel andere teksten er ook gebruikt worden. Het, vaat, het valt of staat met deze ene tekst. Left behind, the moment after, dat is natuurlijk het moment na de, na de geheime opname. Uh, A Thief in the Night daar rechtsonder, een wat oudere film die ook uitgaat van de geheime opname. Tribulation, The Mark, waarin het idee wordt, wordt, wordt geuit dat het merkteken te maken heeft met streepjes, codes enzovoort. We zijn omringd met al deze dingen. Je zou er bijna een beetje moedeloos van worden. Bijna. Ik word niet moedeloos. Ik ga rustig voort. En u kunt deze dingen voor uzelf overwegen. Het tweede waarvan ik heb gezegd dat het alles zo ingewikkeld heeft gemaakt is de leer van de onsterfelijke ziel. Want die heeft alles wat te maken heeft met de opstanding. Uh, eigenlijk onbegrijpelijk gemaakt. Als de Bijbel zegt dat wij Hem niet zullen ontmoeten voor die dag. Als de Bijbel zegt dat wij dan met Hem verenigd worden. Als Jezus zegt in Johannes 14 dat Hij woningen bereidt en dat Hij ons pas bij Zijn wederkomst daar brengt. Verder heeft deze leer natuurlijk ons opgezadeld met het idee dat er een hel bestaat waar de zielen van de verlorenen voor eeuwig moeten branden. Enzovoort, enzovoort. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Genesis 3, vers 4. Weet u wie de eerste was die zei dat wij niet zouden sterven als wij zouden zondigen? Dat was de Satan. De Satan was degene die zei, doe wat je wilt, overtreed de wetten van God, je zult niet sterven. En zoals ik al eerder heb opgemerkt, hij is aardig goed in het promoten van zijn ideeën. Het lijkt wel alsof iedereen zo achter hem aanloopt. Het mes snijdt aan twee kanten voor hem. Er zijn een heleboel stromingen en religies die zich eigenlijk helemaal geen zorgen meer maken over de wederkomst, want ze zeggen van ja, wij zijn eigenlijk zelf God. Dus wat zou God over ons te zeggen en over ons te oordelen hebben? En het christendom heeft hij op deze manier beïnvloed door dat idee van een eeuwige hel te introduceren? En ik ben bang dat er veel mensen zijn die oprecht zoeken, en die zeggen: ja, het christendom kan ook niet waar zijn, want hoe zou een God die van zijn schepselen houdt, zo om kunnen gaan? De bedelingenleer met zijn idee van twee sporen en de leer van de onsterfelijke ziel maakt de opstanding belachelijk. Want waarom zou er een opstanding nodig zijn als we al in de heerlijkheid zijn? En is door de implicaties voor de ongelovigen, namelijk de hel, een ongelofelijke misrepresentatie van het karakter van God. En mijn antwoord op de vraag: hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Is dit: door de bedelingenleer die zegt dat er verschillende trajecten zijn, en dat God een apart plan heeft met het aardse Israël. En dat de gemeente een aparte rol heeft. En dat heeft al die verwarrende antwoorden opgeleverd. Moet er een nieuwe tempel komen? Hè, maar de, maar, maar, maar in, de, in het Nieuwe Testament is de gemeente toch de tempel? En gaan we naar het nieuw Jeruzalem? Gaan we naar het aardse Jeruzalem? Is het vrederijk hier op aarde? Um, zijn we in de hemel? Et cetera, et cetera. Allemaal vanwege de twee sporen, de twee roepingen. Waarvan de bedelingenleer zegt dat die er zijn. En het andere is de leer van de onsterfelijke ziel. Deze twee ideeën, die trouwens allebei soms via een omweg afkomstig zijn uit uh, het katholicisme, hebben onze ideeën over de eindtijd zo ingewikkeld, onbegrijpelijk gemaakt. Maar u mag het voor uzelf afwegen. U heeft de informatie gehad of datgene wat ik zeg congruent is met de Bijbelse teksten. We zullen, we zullen samenvatten wat er gezegd is en als ik deze dingen heb samengevat wil ik afsluiten met een aantal tekstgedeelten die te maken hebben met ons onderwerp. Bij de wederkomst de levenden en de doden in Christus worden bekleed met onsterfelijkheid. Door engelen opgehaald ontmoeten de Heer in de lucht en gaan naar het huis van de Vader. En dat is de duidelijke taal van de schrift. De levenden buiten Christus zullen sterven. De aarde zal een woestijnij worden waarop Satan en zijn engelen gevangen zitten totdat de duizend jaar voorbij zullen zijn. Tijdens de duizend jaar de gelovigen zijn in de hemel. En wat een tijd zal dat zijn in de stad die door God is gebouwd. Zij vinden troost, want we zijn verlost van alle beperkingen en van de zonde en alle dingen die niet goed zitten in ons karakter. En de dingen die gebeuren op de wereld, et cetera. Natuurlijk, er zijn heel veel mooie dingen op de wereld. En die mogen we met dankbaarheid aanvaarden. Maar toch. Zullen we daar een troost hebben die we niet hier kunnen vinden, als we een verheerlijk lichaam zullen hebben en Christus zullen zien zoals Hij is? Maar zij worden ook voorbereid op het laatste proces. Het oordeel wordt hun gegeven en wij worden voorbereid op de dingen die komen zullen na de duizend jaar. Het nieuwe Jeruzalem daalt neer op aarde. Want God wil deze wereld weer bewoonbaar maken en hij gaat daar goed zijn best voor doen. De doden buiten Christus staan op. Alle mensen die ooit hebben geleefd, die Christus hebben afgewezen. Staan op in de tweede opstanding zoals de profetie zegt. Samen met Satan omsingelen zij de heilige stad. Ze kiezen opnieuw die kant. Ze kunnen God en zijn heiligen niet uitstaan. Vanuit hun levensboeken horen zij waarom zij buiten de stad zijn. En niet erin. Zij erkennen de rechtvaardigheid van Christus. We hebben gezien dat de profetie zegt dat elke knie zal buigen. Vuur uit de hemel vernietigt hen en dat zal het einde zijn. Van de zonde en van de zondaars. De aarde wordt gereinigd en nieuw gemaakt. En zo zullen de verlosten voor altijd leven. Ik heb mijn best gedaan om te onderbouwen waarom ik deze dingen geloof. Ook al zijn veel dingen anders dan dingen die ik tot nog toe heb gehoord in de christelijke wereld en die ik in heel veel boeken heb gezien en in heel veel studies heb gezien. En ik zeg het nogmaals, u kunt voor uzelf nagaan of wat ik heb gezegd logisch is, samenhangend is, of alle gerelateerde teksten in de Bijbel ermee in verband kunnen worden gebracht, uh, of dat er tegenspraak is. U kunt het voor uzelf besluiten. Wat mij betreft is dit het duidelijke verhaal van de toekomstige dingen. Zoals gezegd wil ik met u afsluiten met een aantal teksten om ons uh, op verschillende manieren te bepalen bij ons onderwerp. Want onze lichte verdrukking, zegt Paulus, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Het zal een enorme troost zijn, het is een enorm vooruitzicht. Wees op uw hoede. Dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap. En door zorgen over de alledaagse dingen. En dat uw dag u niet onverwacht overkomt. En wij hebben een verantwoordelijkheid. Om als christen te leven. Maar uw broeders bent niet in duisternis. En ik hoop dat dat voor u geldt. Zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht. En kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. En mag onze levensstijl als wij kinderen van God genoemd worden, willen worden in overeenstemming zijn. Met onze roeping. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken. Gelukkig niet, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus... die de dood teniet gedaan heeft. En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid... maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Laten we niet al te veel geïmponeerd raken door de barem zweeën van de wereld... Of de dingen die er gebeuren, de profetie zegt dat er machten zullen zijn, dat er een geestelijk Babylon zal zijn in de laatste dagen. Laten we niet te veel daardoor onder de indruk zijn. Uh, we hebben een geest van, van kracht en van liefde en van verstand. En zo kunnen we onze weg gaan, op weg naar het hemelse Jeruzalem. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zich voor ons gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Maak werk van je karakter. Laat de kracht van God werken. Laat Hem Zijn wetten in jouw hart schrijven. En beijver je om een goede levenswandel te hebben voor Zijn aangezicht. En de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen donderslagen en een aardbeving en een grote hagel. Het is ook dat in de profetie van Openbaring, als het gaat over de terugkomst, vaak een blik in de tempel in de hemel wordt uh, geworpen en dat de ark wordt gezien, de bewaarplaats van Gods tien geboden. Laat Hem zijn wetten in jouw hart schrijven. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Christus heeft het mogelijk gemaakt voor ons om daar naartoe te gaan en om met smetteloze kleden daar te staan. Als wij het moesten hebben van onze eigen. Werken als ik het moest hebben van mijn eigen vroomheid, mijn eigen Bijbelkennis of wat dan ook. Vergeet het maar. Maar Hij geeft mij zijn gerechtigheid en daarom mag ik daar ook staan op die dag. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heer, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Sabbat tot Sabbat, alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Jesaja 66, een Oud-testamentische profetie over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit gedeelte dan. En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën. En het andere uit de Farizeeën riep in de raad, mannenbroeders, ik ben een fariseeër, en zoon van een fariseeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En daar hebben wij ook over gesproken. En ook in die dagen was daar flinke verdeeldheid. En toen hij dat gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën en de menigte raakt verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is. En geen engel of geest, maar de fariseeën beleiden het beide. En het is interessant dat de mensen zich bezighielden met verschillende meningen terwijl het onderwerp eigenlijk uit het zicht was geraakt. De ene zei: er is helemaal geen opstanding, er is niks na de dood. De andere zijde, de mens leeft voort onsterfelijk na de dood. Dat was de mening van de fariseeën en ze lagen met elkaar over hoop. En Paulus zei: Ik word geoordeeld omdat ik hoop heb op de opstanding. En zij raakten met elkaar in de klins en over hoop. En uh, het eigenlijke idee was allang ondergesneeuwd. Maar Paulus zei: Ik hoop op de opstanding. En dat hoop ik ook. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is het Evangelie van de Bijbel. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Die tekst hebben we gezien. Hij zal voor velen het verbond versterken. Ook voor mij, één week lang in die week zou dat gebeuren. Halverwege de week zal hij slachtoffer en granen voldoen ophouden. Hoe versterkte Christus het verbond? Door met zijn eigen bloed garant te gaan staan. Het was niet langer afhankelijk van menselijke inzettingen en wat dan ook. Hij ging zelf garant staan. En zo bracht hij een versterking aan van het verbond die door niets meer verbroken zou kunnen worden. Hij, zegt de brief aan de Hebreeën. Is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. En dat is wat de profetie uit Daniel 9 zei: wat er zou gebeuren. Binnen de tijdsperiode die daarvoor gezet was. Nog een enkele tekst. Na twee dagen zal hij ons levend maken, op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen naar Jagen de Heer te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Dit is de tekst waar ik mijn titel ook vandaan heb gehaald. Ik dacht die mag niet ontbreken. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Net zo zeker als dat je weet dat er altijd weer een nieuwe ochtend komt. Zo zal dit ook gebeuren. De psalm zegt, maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft. Voor hen die hem lief hebben. De hemel, de hemel is van de Heer, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. Geschenk van hem. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. En dat blijft de bedoeling. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hoor van een adder. De Heer van de Lege Machten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heer, in de majesteit van de naam van de Heeren. Zei God, de laatste vijand die tot niet gedaan wordt is de dood. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Hij zal de dood voor altijd verslinden. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard. Dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Dat is het begin van de Bijbel. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens. En dit is het eind van de Bijbel, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. In het midden van haar straat, en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier, bevond zich de boom des levens. We zullen opnieuw toegang hebben, die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. De bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Wie overwint. Alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, dienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Het is volbracht. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem bestoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. Die is. En die was. En die komt. De Almachtige. Dank u.